Vandaag zien we veel bewolking boven ons land, maar de opklaringen liggen alweer klaar boven het westen van Frankrijk en het zuidwesten van Engeland. En daar krijgen we uiteindelijk later vanavond en met name ook morgen mee te maken. Vanochtend is het bewolkt en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen. Maar van het zuiden uit valt in de loop van de dag enige tijd wat intensievere regen. De temperaturen die lopen dan op naar 9 of 10 graden. En daarbij waait dan een meest matige wind uit het zuiden, windkracht 4. Later vanmiddag en ook vanavond wordt het vanuit het zuiden op de meeste plaatsen weer droog. En dan uiteindelijk klaart het ook breed op. In het noorden van het land moeten we wat meer geduld hebben, daar wordt het pas droog tegen middernacht. De temperaturen vanavond rond de graad of 7, vannacht koelt het af. Naar 2 tot 4 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en het blijft zo goed als overal droog, alleen in het uiterste noordwesten van het land kan een enkel buitje vallen. Er waait een matige zuidenwind en het wordt ongeveer 9 graden. Zaterdag dan houden we ruimte voor de zon, maar valt er verspreid ook een enkel buitje. Na een koude start met landinwaarts lichte vorst worden het een graad of 9. Zondag blijft het ook grotendeels droog, ook dan een koude start met smiddags 9 graden. Maandag is het wel wat kouder, maar ook dan een ochtends vroeg landinwaarts kans op lichte vorst.